maand zijn wij de Fasting Sisters. De hele maand staat in het teken van de Ramadan. Hey, hallo en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van de Fasting Sisters. En vandaag... Trommelgevoel hebben we Milou! Milou, welkom! Dankjewel! Leuk dat je er bent. Wellicht kun je jezelf even voorstellen, wie ben jij? Ja, ik ben dus Milou. Ik ben de hoofdredacteur van Women's Health. Geef daarnaast yogales en ik DJ ook onder de naam Oh My Lou. Oh My Lou. Tegenwoordig is het een beetje Oma Lou. Nee, toch? Doe normaal. Nou begrijp ik oma. Nee, dat serieus? Ja, ik denk, jij weet ik wil. Doe toch even normaal. Ja, ik word oud. Ik wil dus nu niet meer te laat draaien. Oké. En ik wil niet meer zo ver. Dus minder gigs. Ja. Ik vind één per week meer dan genoeg. Ja? Oké. Ja. Dus mijn nu is te boeken tussen 2 en 3 op vrijdag. Ja. Oma thuis. Nee, op zondag inderdaad. Op zondag tussen 5 en 6. Net voor het eten. Nee, maar dus niet zo gek. Want ik heb filmpjes veel gezien. Toen wij in Disney waren. Ja. Heb jij ze meer laten zien? Die uitverkochte dingen waar mensen gingen helemaal pladden. Dus dat is geen oma dingen. Nou, maar het is nu wel op een lager pitje. Ja? Okay. Ja. Okay. Omdat Women's Health is natuurlijk ook gewoon een fulltime baan. Ja, dus, dat geloof ik helaas kan ik daardoor niet meer elke nacht in die clubs. Nee, oké. Je bent wel heel erg zen met yoga. Ramadan is ook wel echt een vorm van... bezinning. Denk je dat de yoga echt goed is in de kamer om dat te doen? Heb je daar tips voor bijvoorbeeld? Ja, ik zat daar dus wel over na te denken. Ja. Van wat vind ik bijzonder aan de Ramadan? Mm-hmm. Wel dat het een moment is om er even naar binnen te keren. Mm-hmm. En eigenlijk ook even een stuk reflectie. Ja. En ik denk wel, kijk, met de yoga dan sus je eigenlijk ook je gedachten. Ja. Dus ik kan me voorstellen, ik heb zelf nog nooit aan de Ramadan meegedaan, dus ik weet het niet, maar ik kan me voorstellen dat je echt denkt, dorst, honger. Ja. Want we mogen alles niet eten en niet drinken. Nee, ja, dat begrijp ik. Want ik ga niet drinken. Mocht je ook geen water? Nee, de hoogte. Je had net al over bezinningen en zelfreflectie, dat klopt ook een beetje inderdaad, maar wat is er nog meer? Het is sowieso volgens mij ongeveer een maand. Ja. Het is afhankelijk van de maanstand wanneer het plaatsvindt. Mm-hmm. Dus het is niet bijvoorbeeld de maand juni of zo. Nee. Wel zo rond de zomerperiode was het toen in ieder geval altijd. Ik denk nu ook, want we hadden het net stiekem al Fit for Summer en toen zijn jullie ook. Dat zei dat is het niet. Maar je bent ook goed op weg hoor, maar het verschuift elk jaar. Ja, het verschuift door de maanstand verschuift. Klopt, dus je hebt het ook wel eens in de winter. Het is niet, het is niet alleen maar in de zomerperiode. Dus maar ga verder. Nu wel steeds meer winter. Nu is het wel 30 mei bijvoorbeeld. Ja. En volgend jaar is het 10 dagen eerder. Dan begint mij en zo. Dat lijkt mij beter. Want ik weet nog wat dat ik dat heel mij zelf heel heftig leek. Om vooral met die warme dagen dan niet te mogen drinken. Kijk, is ook zo. We hebben nu ook al 2 of 3 jaar op een rij dat we even die hittegolven hadden. Dus vorig jaar de temperatuur boven de 30. Dat heb je in Nederland bijna nooit of heel zeldzaam. Ja. Dus het wordt wel steeds gunstiger voor ons. Extra beproeving lijkt het wel op. Ja. Van even van. Maar ik moet ook wel zeggen, als je dat wel weer hebt gehad, dan wil je het niet. Ja, ik heb het gedaan. Het is ook wel een lekker gevoel, ook een fijn gevoel. Je werkt in een prachtige omgeving, midden in het hartje van Amsterdam. Merk je dat de Ramadan begint eigenlijk? Of tenminste nu niet, maar in de voorafgaande jaren. Voel je dat ergens? Of mensen op straat? Of... Nou, we besteden er met Women's Health wel aandacht aan. En, dat weet ik nog voor. Ja. Ja. Hebben we daar meegewerkt? Ja. Ja. Nou ja, en dat vind ik ook belangrijk. Ja. Ik bedoel, onze lezeressen zijn gewoon vrouwen. Ja. En dat
betekent ook dat dat vrouwen zijn die wellicht meedoen aan de Ramadan. Ja, zeker. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ja, ja. Ik zou het hartstikke leuk vinden. Ja, ja, ja. Als we hem zelf lezen. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Nee, ja, en ja, bij mijn vorige werkgever, toen merkte ik het dus echt, omdat je dan een directe collega hebt. Ja. Heb je dat heel op de Women's Health Taxi niet, dat je collega's hebt? Want jullie hebben best wel een wat uitgebreide afdeling hier. Ja, nee, zijn niet Women's Health. Maar ik had ook de blog Our Ground. Ja. En daar werkte met een aantal meiden samen. Mm-hmm. En daarvan deed één meisje ook de Ramadan. Ja. Maar dat was omdat haar vriend is Marokkaans. Ah, oké. Okay. Ja. En is dit meer voor hem, zeg maar? Ja, ook met hem mee. Oké. Ik dacht, ik wil dat ook meemaken. Ja. Dat is voor jou iets zo belangrijks. Ja. Dat ze dat ook wil ervaren. Ja. Mooi, echt mooi. Ja, super. Ja. En, want wat is je mij ook bedoeld, zeg maar, in de straatbeeld doe jij mee? Ja, ja, ja. Kijk, tegenwoordig de grootste winkels spelen daar ook allemaal op in. Het is net een beetje met de kerst, dus je mee, hè? Dan beginnen de kerstbomen, de verlichting. Merk je daar ook met de Ramadan iets aan? Van, ach, de Ramadan gaat beginnen of zo? Nee. Niet zozeer, hè? Nee, ik had meer dus met collega's en vrienden dat ik het dan belangrijk vond om... daar bewust mee om te gaan, dus om niet bijvoorbeeld tractaties, weet je dat heet, onder iemands neus of zo. Ja, ja, ja. Gewoon een beetje te denken. Oh, die situaties ken ik me nog wel herinneren van vroeger op het werk. Ja, echt wel. Uitgerekend met de Ramadan, dan trakteert iedereen en dan zijn dan de lekkerste dingen ineens. Ik voel altijd opvallend dat jij in de Ramadan zegt van, hey, wil je een theetje of koffie? En dan volgens mij nooit. Oh ja? Of je was je er niet bewust van. Nee, dat dacht je, En nu denk ik wel, dat zou ik wel lekker rusten. Nou nee, ik mag niet. Nee, nou, tijdens de Ramadan zijn we vasten een hele dag. Ja. En dan hebben we in de avond, gaan we het vasten verbreken. Hoe noemen wij dat? Dat is een momentje. Het is niet het zuiver. Ja, dat gaat nou wel heel diep. Ja, het klinkt oef, maar het is if. Het klinkt dan een beetje oef. If en dan. Ik weet het niet. Isa. Ja. Isa. Isa. Ja. Het is inderdaad een Iftaal. Oké. Ja, op zich is dat wel... Ja, en wat ik nog niet heb gezegd, maar wat ik ook bijzonder vind aan de Ramadan, dat je het echt met elkaar doet. Dus met de familie ook vaak. Ja. Dus dat je ook eigenlijk een stapje terug neemt. Dus je gaat even wat minder doen op een dag. Dus even wat meer met elkaar en gewoon in de rust. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, dat lijkt me ook je wel... Je zoekt meer die samenhorigheid op de een of andere manier. Net wat meer dan normaal. Heb jij wel eens gevast op een ander soort manier? Want jij bent wel van het yoga, van het zen. En heb je wel eens... Ik hoor laatst het vaker mensen die de hele dag vasten. Intermitting fast. Dat doen veel mensen. En dat is eigenlijk dat je de periode dat je niet eet dus langer maakt. En dat je dus bijvoorbeeld maar 8 uur op een dag eet. Ja. Dat heb ik wel een periode gedaan. Dat doe ik nu soms nog. Okay. Dus dan sla ik bijvoorbeeld het ontbijt over. Dus dan eet ik van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Oh, oké. Op die manier. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dus je bent wel al... Ja, maar dat is wel vast in light. Ja, maar nu weet je dat ze om 12 uur mag eten, hè? Dan nu is het 9:30 's avonds. Dus dan eet jij vanaf 3 uur 's ochtends niet meer. Ik zie je helemaal nadenken. En die tijdbestek in de avond is ook heel minimaal. Ja, dat wordt proppen. Ja, dat wordt proppen in de avond. Ja, dat denken heel veel mensen, maar op een gegeven moment kun je gewoon niet meer. Dan is het... Basta. Ja. Nou Milou, hartstikke bedankt. Echt super dat je ook hier aan mee wilde werken. Milou gaat een dagje vasten, dus wij komen hier zeker op terug. Hoe dat dan natuurlijk allemaal ervaart. Nou, bedankt en jullie zien we morgen weer. Duimpjes omhoog van Milou. Tot morgen. Doei doei.